Wij zijn een activiteitenboerderij voor mensen met een beperking. De bedoeling is van hen een zinvolle arbeid aan te bieden. Zinvolle dagbezigheid om een beetje structuur te geven, om hen te helpen te integreren in de maatschappij. Dat is voor mij een bezigheidstherapie. Want wat zit ik thuis te doen? Iedere keer dat ik hier kom, als ik geen bakals moet doen, dan doe ik dat. We werken dat allemaal sorteren. En dan werd gemalen van een voeter. En dat wordt allemaal druk bij de mensen. We zijn nu op een terrein waar verschillende ondernemingen zijn. En wij zijn hier op het terrein de enige zorginstelling. Ik werk hier deeltijds als begeleidster in ateliers. Daar begeleid ik mensen in die beperkt zijn door een ongeval. Een hersentumor bijvoorbeeld of een hersenbloeding. Of mensen die van bij de geboorte een aandoening hebben. We hebben een hele heterogene groep mensen. Ik ben noten aan het kraken als het ze omklapt. Lukt mij dan beter om ze eruit te halen. Wij willen graag dat onze mensen, onze deelnemers, een activiteit hebben die verbindend is met de maatschappij, met andere mensen. Nu Sera roept zijn venoten op om noten in te zamelen voor sociale projecten, omdat deze dan die kunnen kraken. En dus daardoor een zinvolle dagbezigheid hebben. Want deze noten kunnen dan nadien gebruikt worden om notenolie te maken. Zo kan de cirkel verder lopen.